Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl en we gaan uiteraard uitgebreid op het weekend in. Maar we beginnen met de weerkaarten van dit moment. ligt een lage drukgebied in de buurt van Schotland en dat lage drukgebied zorgt voor licht wisselvallig weer in Nederland. Vooral morgen wordt het even wat slechter en zondag is het dan weer ietsje vriendelijker. Het lage drukgebied trekt heel langzaam richting Noorwegen en lost tegelijkertijd op. Verder een heel interessant lage drukgebied helemaal aan de westkant. Boven de oceaan, dat is voormalige orkaan Cristobal. Die orkaan trekt richting IJsland. Tenminste, de overblijfselen daarvan. En het gaat ervoor zorgen dat een hoger drukgebied, wat nu nog bij het noordwesten van Spanje ligt, richting de Britse eilanden gaat trekken. En dat zorgt er dan voor dat het warme weer in Nederland gaat worden. Na zomerweer, en dat gebeurt vanaf maandag. Als we alles in beweging zetten, dan zullen we dat ook zien. Dat de boel. Eh, Lekker gaat verplaatsen en met name dat het hoge drukgebied er vanuit Frankrijk dichterbij komt, is dus belangrijk voor de weersverwachting voor ons na het weekend. Dit weekend nog wel wisselvallig weer, daarna zorgt Christobal ervoor dat er ruimte komt voor het hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Zondag paar buien, ook al geregeld zon en vanaf maandag breekt dan het goede weer aan. Maar we beginnen natuurlijk met vandaag. Vandaag hebben we een flinke zonnige periode. Vanuit het zuiden komen er wel wat wolkenvelden aan. Die trekken vooral over de zuidelijke provincies en geleidelijk ook over het oosten. Daaruit kan een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen overheerst het droge weer. Vooral in het westen en noorden blijft het helemaal droog. Daar schijnt de zon ook het vaakst. Ook vanmiddag, vooral langs de oostgrens, misschien een bui. Ook daar kun je de paraplu eventueel thuis laten, maar hou de buienradar wel even in de gaten. En in de rest van het land verwacht ik eigenlijk geen neerslag, wel zonnige periode en een temperatuur van zo'n 20 tot 22 graden. Maar de stevige zuidwestenwind, vooral langs de kust, daar is die windkracht 4 tot 5. Komende nacht kan er nog een heel lokaal buitje vallen. Er zijn ook opklaringen. De temperatuur telt tot 13 graden. In de nanacht neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. En als we dan naar morgen overdag kijken, dan is het echt wisselvallig weer. Het gebied met bewolking en bui regen trekt van noordwest naar zuidoost over het land. Tussendoor breekt heel af en toe de zon door. Maar het is toch vooral vaak bewolkt, met dus af en toe bui regen. Temperaturen gaan ook iets naar beneden, 18 tot 20 graden. En de wind draait van zuidwest in de loop van de dag naar west. Zondag wordt het dan wat beter weer. Dan vallen er buien, kan er klaponweer bij zitten, maar er zijn ook lange droge perioden en dan schijnt ook de zon geregeld. Met de Noordwestenwind wordt koele lucht aangevoerd, betekent dat de temperatuur nog niet omhoog gaat, 18 à 19 graden. Maar maandag is het al wat warmer, dan wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Dinsdag plaatselijk 23 graden en er komt nog steeds meer zonneschijn, dus de vooruitzichten voor volgende week zijn goed. En dat zien we ook als we naar de neerslag kijken. Dus de neerslagprognose. Nou in het weekend zien we nog dat er duidelijk wat neerslag gaat vallen. En dan vanaf maandag breekt de periode aan met droog weer. En pas het volgende weekend neemt de kans op een bui voorzichtig weer toe. En ook de temperaturen laten dit patroon zien. In het weekend de laagste temperaturen. Daarna een stijging met de hoogste temperatuur nog steeds voor volgende week vrijdag. Dat kan het op veel plaatsen 25 graden worden. En ik zag zojuist dat een enkel model al 28 graden heeft. In ieder geval een zomerse week met flink wat zonneschijn. En na het komende weekend kan de temperatuur dan weer gaan dalen. Maar eerst vandaag dus een paar buien, ook flinke zonnige perioden en temperaturen van 20 tot 22 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.